Hij voetbalde voor clubs als Ajax, Inter Milan en Everton, verdiende een shitload of money, maar verneukte zijn loopbaan door bitches, drank en coke. Hij schreef er een boek over en kreeg zijn eigen real life show waarin we er pas echt achter kwamen wat voor heerlijke vent het is. We deden een bakje koffie met eindbaas Andy van der Meijden en lulden over exorbitante weeksalarissen, Ferraris en zijn eigen YouTube kanaal. Show zeg, wat een goal! Maar daarna is het showtime en wel van Andy van der Meijden. En wat een kanonschot! Het meeste wat ik verdiend heb aan weeksalarissen was 45.000 euro in de week. En dat was bij Everton. Ja, die wilde me zo graag hebben. Nou, ik zeg vooruit dan maar. Toen was ik 21, 22, kocht ik mijn eerste Porsche in Amsterdam. Nou, dan was ik helemaal het mannetje, weet je. Ik had een Porsche Carrera 2 was dat toen. 5 Porsche Turbos gekocht. Nee, 4 Porsche Turbos. Een Cayenne, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, X5, Q7, 2 M6, 1 Cabrio M6, SL, AMG. Ah, weet je, die Ferrari had ik dan. Dan rij je in Liverpool, heb je zo'n tunnel, die is volgens mij 3 kilometer lang. En ik wist nog, de eerste dag dat ik hem had, was het mooi weer. Kapje eraf, ik die tunnel in. En ik denk, geef ik je gas, weet je wel. Nou, je weet, als je Ferrari hier al gas geeft, dan hoor je het al, maar in de tunnel helemaal. Dus ik geef gas, jongen, en dat geluid. En iedereen op de rem, hè, die dacht, wat is dit dan, jongen? Allemaal zag je allemaal, rem, rem, rem. En ik er langs heen. De allergekste teamgenoot waar ik mee gevoetbald heb is Mido. Super kerel, maar hij is zo gek als de deur. Hij was 18 jaar en toen kwam hij bij Ajax. En het eerste wat hij vroeg in de kleedkamer was, waar is de Ferrari dealer? Nou, dat vond ik hartstikke mooi, weet je wel. Een beetje stoer doen, vind ik mooi. En het mooie was, een week daarna kwam hij ook gewoon echt met een Ferrari aanzetten, weet je. Het was heel Nederland, die was helemaal overrompeld van, wat is dit? Ja, hij heeft een keer dat schare incident, kennen we wel natuurlijk, met Zlatan. Dat hij bijna Zlatan de kop eraf gooide. Dat was een wedstrijd Ajax-PSV. Toen moest in de rust gooide hij die schaar naar de kop van Zlatan. Dat is echt zo'n stukje naast hem. En Koeman zei van wegwezen hier, weet je wel. Dus hij in zijn Ajax-pakkie. Wij dachten allemaal, hij gaat naar huis, maar hij reed direct naar Schiphol. Pakte het vliegtuig naar Egypte, liet de Ferrari gewoon op kort parkeren staan. En een week later belt hij mij op, was hij geland op Schiphol en was zijn Ferrari weg. Ja, die was dus ingenomen door, omdat je daar niet mag parkeren natuurlijk. En dat was met Mido en Zlatan en we hadden Bert Domo er ook nog bij. Bert Domo had een S8, helemaal getuned en zo. En Maglas was erbij, die had een Porsche Turbo. Zlatan had een SL, AMG. En dan die Ferrari van Mido. En dan kwam ik erachteraan met de auto van de club. Mitsubishi. Mitsubishi Colt. Ik ben één. Mijn YouTube kanaal. Ik heb, volgens mij doe ik het nu iets van 3,5 maand ben ik ermee bezig. We zijn begonnen omdat onze serie op televisie was afgelopen. En onze fans zich afvroegen hoe het nou verder ging met het huis, weet je wel, want het was ineens boom klaar. Toen dachten we van, nou weet je wat, we gaan beginnen gewoon een YouTube kanaal. Ik heb dan ook mijn eigen aparte ding nog, bij Andy in de auto. Ik wacht in de auto, hij was aan het trainen en dan, na de training komt hij bij mij in de auto. En dan gaan we rijden en dan gaan we gewoon praten en dat is hartstikke leuk. Ik ben heel erg los, weet je, ik ben heel makkelijk en ik ben gewoon mezelf en een beetje ouwe hoeren en leuk doen, dat vind ik leuk. Mijn kracht is dat ik dingen los kan krijgen bij jongens die, weet je wel, niet een standaard interview geven bij, over een wedstrijd. Ja, ik stond buiten spel, ja, de tweede helft kwamen we slecht naar buiten, want inderdaad, Lil Kleine wil ik in de auto hebben. Die heb ik al een bericht gestuurd, maar die geeft geen antwoord, die kleine rotzak. Ik moet hem even aan zijn oor trekken. En ik ben bezig met Badahari. Dat zou wel heel mooi zijn. Verschillende mensen, BN'ers en zo pakken. Dus een keer Maxima in de auto of zo.